Welkom bij de Stenen Dijk. Vanaf 2019 werkten we plannen uit om de Stenen Dijk aan te pakken. De dijk werd met een damwand versterkt. In juli 2022 gingen we van start. Het drukken van damwandplanken had de minste impact op de omgeving. Een uniek project dat geheel emissieloos werd uitgevoerd. Dus zonder uitstoot van stikstof op het naastgelegen Natura 2000 gebied. Ondanks overlast met een omleidingsroute voor inwoners en vertraging bij het drukken van de damwandplanken bleven we hard werken. Dikkere planken werden aangeschaft, waardoor het drukken van de damwandplanken beter ging. Waarbij er nog niet eerder een trein reed over de Stenen Dijk, deed de Silent Pilot dat nu wel. Zodra deze klaar was, kon het team beginnen met het fietspad en konden de eerste bewoners weer bij hun huis komen via de Stenen Dijk. Ook restaureerden we de monumentale muur. De muur werd schoongemaakt waar dat nodig was. Stenen en voegen werden uitgehakt en weer ingemetseld. Steen voor steen, meter voor meter. De unieke Stenen Dijk behoort tot het meest authentieke en omvangrijke erfgoed van het waterschap. De dijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwarte Water. In maart 2023 werden de laatste damwandplanken de dijk ingedrukt. Met deze versterking is de dijk klaar voor de toekomst. Meer weten over dit project? Kijk dan op wedeodelta.nl/stenendijk.